Alzheimer Parkstad on Tour. Vandaag vanuit het buurtcentrum De Koffiepot in Hoensbroek. En ik ga vandaag in gesprek met Loes Oostwegel en Ben Bruls. Loes Oostwegel is case-manager dementie. En Ben Bruls is huisarts en voorzitter van het HOSL, Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg. Vandaag gaan we het hebben over het niet-pluisgevoel en wat er verder op volgt. Met de diagnose en hoe mensen dan zo lang mogelijk thuis kunnen blijven. Om enkele cijfers te noemen, van de mensen met dementie wonen 3 op de 4 wonen thuis. Dus de meeste zijn gewoon thuis, de anderen zijn in een verpleeghuis. Wat ook een erg opmerkelijk getal is dat elk uur komen er 5 mensen met dementie in Nederland bij. En wat we ook zien, dat is dat van de mensen met dementie, dat is 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie en 1 op de 7 mannen. En verder zie je dat 50% van de mensen die mantelzorg verlenen in de thuissituatie, dat die het zwaar hebben, dat die het moeilijk hebben met het 24 uur per dag klaarstaan voor de mensen met dementie, hun partner, hun familielid. Nou, voor mensen met dementie en ook hun naasten is het een moeilijke tijd, die periode. Maar er zijn natuurlijk mogelijkheden om ook goede dingen te doen, waardoor het leven soms wat draaglijker wordt. We gaan nu samen in gesprek en we kijken dan of we daar raakpunten zien en leermomenten zien, waardoor we het misschien wat beter kunnen doen. Nou, de eerste vraag wilde ik stellen aan Loes. Mm-hmm. Loes, het gaat vandaag dus over dat niet-pluisgevoel. Ja. Herken je dat niet-pluisgevoel? Ja. Ja, vaak krijgen we van de huisartsen cliënten vroeg in het proces aangemeld. Dat is het fijnste natuurlijk, omdat je mensen dan het hele proces kunt begeleiden. Dus mensen beginnen vaak dingen te merken als ik ben mijn sleutels kwijt of ik moet 10 keer naar de kalender lopen om nog een keer te kijken wat erop staat. Of merken dat ze mensen niet meer zo snel herkennen op straat. Dat zijn dan vaak signalen die de omgeving opmerkt en dat aanmeldt bij de huisarts. Die dan bij mij aan de bel trekt. Ja, ja. Dus jullie krijgen meestal het signaal vanuit de huisarts? Ja, ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Meestal krijgen we signalen van de huisarts. In hele sommige gevallen ook wel eens via de gemeente of via maatschappelijk werk. Of in hele sommige gevallen zelfs van buren of iets dergelijks. Ja, ja, ja. Maar het gebeurt dus minder vaak dat een partner jullie opbelt van kun je niet eens langskomen van, want ik vertrouw dat niet met mijn vrouw. Nee, vaak weten die ons niet zo rechtstreeks te vinden. Okay, hè? Dus die hebben dat misschien nog nooit mee te maken gehad. Dus dan is de huisarts toch vaak de eerste plek als aan de bel trekken. Ja, dat is misschien ook de meest juiste plaats. Ja, denk ik ook. Ja. Dan mag ik dan naar jou toe. Als ze dan bij jou komen, hoe dient zich dan zo'n vraag aan? Hoe gaat dat? Nou, eigenlijk wat je net aan Loes vroeg, van belt iemand van de familie of zo, dat is best wel vaak de eerste signaal. Ja. Dus dat gewoon of een dochter of een partner komt en of die even belt van ik maak me zorgen, ik zie dat het niet zo goed gaat, het begint wat te vergeten of zorgt niet zo goed voor zichzelf. Dus zo op die manier krijgen we dan een signaal. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon op een spreekuur komt. En je hebt iemand die je altijd gekend hebt, die er net zo netjes bij zit als jij. En dan zie je toch wat vlekken en net een beetje niet zo goed verzorgd. En dat zijn toch vaak signalen van het eerste begin. Ja, daar ben ik echt in geïnteresseerd. Hoe doen jullie dat dan? Nu stel je voor, ik heb wat vlekken op verschillende plaatsen. Ja. Of je ziet dat ik me niet goed geschoren heb. Of, je merkt het aan me, dat er wat aan de hand is. Hoe regel je dat dan, dat bij mij binnenkomt op een manier dat acceptabel is om daar verder heen te kijken? Hoe gaat dat? Nou, eigenlijk door het gewoon te zeggen. Oké. En gewoon te zeggen van God, zo ken ik u niet. Ik zie dat er wat vlekken op zitten. Ja. En dan vertellen mensen het. Of ze zeggen van, oh, ik weet het niet. Of dan heb je het idee misschien toch een smoesje. Ik heb de wassen, mijn wasmachine is kapot. Of verzin wat. Maar
eigenlijk, je hoeft het ook niet zo te benoemen, maar je kunt gewoon wat vragen beginnen te stellen. Gewoon het gesprek daarin van, God, hoe gaat het de laatste tijd? Waar ben je mee bezig? Wat doe je? Ja. En eigenlijk een beetje zo het idee krijgen van, hoe loopt zo'n dag nou? Ja. En kijken jullie dan ook bijvoorbeeld, stel dat iemand nog een partner heeft, nemen jullie dan ook contact op met die partner? Of gebeurt dat altijd via de patiënt, zeg maar? Dat kan. Je kunt ook vragen van, kom de volgende keer. Hè. Vaak gebeurt dat ook niet in één keer. Kijk, als huisartsen hebben het geluk, en dat is ook wel heel fijn, dat je tijd van leven hebt, hè, van mensen komen terug en het hoeft vaak, hè, het is niet vaak dat het meteen een crisis is, dat je denkt, oh god, dit kan niet meer, maar dat je gewoon zegt van, nou kom eens terug en dan, je kunt ook zeggen van, kom, neem de bloeddruk nog eens mee of neem je partner mee. En dan krijg je het gesprek en de volgende keer gaat het wat meer en dan verdiep je het wat meer. Ik ben maar toch nog een vraag. Gaan jullie ook op huisbezoek bij de mensen? Doen jullie dat? Dat gebeurt ook? Volgens mij kun je dan ook een goed beeld vormen. Dan kun je vaak een veel beter beeld krijgen. Ja. En of wij zelf gaan op huisbezoek, maar wij hebben ook naast de Loezen heb je praktijkondersteuners die bijvoorbeeld de diabetes en de... Ja. De bloeddruk regelen en de ouderenzorg. En die vaak gewoon ook bij de mensen thuis komen. En dan vraag je gewoon van, ga jij er eens langs? Of dat we... Nou ja, wij zitten hier in het gezondheidscentrum in Hoensbroek. En we hebben iedere week overleg gewoon met de wijkverpleegkundigen. Daar zit een specialist ouderengeneeskunde bij. Daar zitten de praktijkondersteuners bij. En er is vaak van, oh, ken jij hem? Is jou wat opgevallen? En degene die er het meest contact mee heeft, die gaat er dan naartoe. En daar komt ook wat meer. Die kennen ze al. En dan komt ook wat meer wat jullie vaak doen. Volgens mij, als je dan thuis komt, dan klopt het niet helemaal. Ik weet niet precies hoe het gaat. Dat ze zeggen van, als je de ijskast open doet. Nou, dat is vaak een heel duidelijk wordt het dan. Ja. Ja, Loes, wil je daarover vertellen? Meestal bij mijn eerste huisbezoek, dan om mensen gerust te stellen ook, vertel ik van, goh, de huisarts die heeft me gevraagd om eens te komen. Wat ik doe is eigenlijk mensen helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven. Ja. Want je merkt dat heel veel mensen vaak al snel bang zijn van, nou, er komt iemand binnen en die komt over het geheugen praten, dus dan moet er van alles gebeuren. Ja. En misschien wel word ik dan wel weggehaald thuis. In het allerergste geval denken mensen dat ook. Ja. Dus ik probeer altijd te beginnen met van, nou, ik kom hier om u wegwijs te helpen wat er allemaal mogelijkheden zijn. Er is heel veel mogelijkheden. En ik ga u helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven. En dan geeft dat vaak wel een stukje rust. Ja. En vooral als we bij het niet-pluisgevoel al starten, dan hoef je ook niet meteen van alles in te zetten. En dan kun je ook op een rustige manier kennis maken, vertrouwen opbouwen. En dan geeft dat wel een heel stukje rust bij de mensen. Ja. Ja. Dus ik heb het geluk gehad dat ik eens een paar dagen met een case manager dementie mocht meelopen. Dat was een rijke ervaring, moet ik zeggen. En wat ik toen ook zag een paar keer gebeuren, dat is dat mensen zeiden van, ja, nee, we wilden net weggaan. We hebben nu echt geen tijd. Ja. En ze wilden die case manager zoveel mogelijk buiten de deur houden. Ja. Ja, soms aan de telefoon al, dat mensen zeggen, nee, ik heb het nu heel druk hoor, kunnen we het niet in het najaar doen bijvoorbeeld. Ja, en dan is het wel de kunst om toch met een beetje humor en geruststelling toch binnen te komen en gewoon beginnen met het stukje kennismaking en niet meteen van alles willen van mensen. Ja, ik vond dat echt indrukwekkend hoe die case manager dat dan deed, hè, hoe die toch het bereikte dat hij toch naar binnen mocht, hè, zonder iets te forceren en zonder, maar gewoon om door af te spreken van, als het dan nu niet uitkomt, dan laten we even de agenda erbij pakken. En allemaal van die kleine trucjes. Van die, maar dingen die wel werken, hè, en zo kom je dan toch echt binnen. Ja. En dan gaat het natuurlijk erom om die vertrouwensband te scheppen. Ja, en wat jij net ook noemt, dat is die hulpmiddelen ook, hè, die hulpmiddelen vroegtijdig inschakelen. Ja. Wat zijn dat dan voor hulpmiddelen?
Ook een beetje afhankelijk waar iemand natuurlijk hulp bij nodig heeft en waar de behoeftes liggen. Hè. Niet meteen met dagbestedingen om de hoek komen, waar mensen vaak heel erg tegenop zien. Maar ook gewoon eens kijken van, nou, is iemand eenzaam? Daar kun je natuurlijk weer op inzetten, waardoor ook weer wat meer iemand in kaart gebracht wordt, wat meer beeld krijgen van de cognitie. Want dat is natuurlijk toch het doel, om iemand te blijven volgen, vinger aan de pols te houden. We kunnen een stukje mantelzorgondersteuning inzetten. Waardoor mensen toch op een speelse manier aan hun behoefte voldaan wordt, zonder dat er inbreuk op hun privacy wordt gemaakt. Ja. Zeg, als je nu hulpmiddelen, ik noem eens iets, zo'n Medido bijvoorbeeld, daar weet je wel, waar die medicijnen uitkomen, waar ik trouwens erg in geloof, in dat hulpmiddel. Ja. Maar moet je wel op tijd beginnen met het te gebruiken. Gaat het dan via de huisarts, het inschakelen van die hulpmiddelen? Of hoe gaat dat? Nee, dingen als een Medido kun je eigenlijk gewoon met de thuiszorg regelen. Een Medido is eigenlijk een apparaatje, is misschien goed om uit te leggen waarin de rol medicatie gaat. Ja. En dan gaat een alarmpje af, het zakje komt eruit. Ja. En dan krijgt de cliënt een berichtje aan, een seintje van ik moet nu mijn medicatie pakken. En dan hoeft daar geen thuiszorg voor in huis te komen. Ja. Dat scheelt gewoon een hele hoop inbreuk op de privacy. Er hoeft niet telkens iemand over de vloer te komen. En iemand weet toch op tijd wanneer hij medicatie moet pakken. Dat zijn vaak van die dingen, die signalen die dan komen. Of de apotheker die denkt dat er wordt het te vaak of niet medicijnen besteld. Hè. Die kan aan ons aangeven, volgens mij klopt het niet. Of dat die praktijkondersteuner heeft van een vraag van hoe doe je dat dan met die medicijnen? Ja, dit is gewoon mensen trekken kast open. En dan zit het echt helemaal vol met allemaal doosjes. En denkt van, en wat slikt u dan nu vandaag? Nou, en dan wordt het gewoon een warboel. Nou ja, en dan is stap 1 is al zo'n blisteren, die zakjes die dan, die geleverd worden. Dat is dan al. En dan vervolgens is er dan die Medido. Ja. Of dat gewoon de wijkverpleging de medicatie echt geeft. Mm-hmm. Dat soort dingen. Waar ik net nog wel aan moest denken, wat vaak een signaal is, dat andere mensen zeggen, die bellen. Jee, pa rijdt nog auto. Ja, het is echt zo'n lastige. Ja. En dat mensen, ik durf er bijna niet meer langs te of naast te zitten. Waarschijnlijk kent iedereen dit wel. En dat is ook het meest ingrijpende. Dat vinden mensen heel lastig om dan te stoppen met rijden. En hoe moet je dat regelen? Terwijl van de andere kant gaat het ook heel geleidelijk, vind ik, is de natuur soms ook heel mild. Als je mensen vraagt en die komen voor rijbewijskeuring, wat rijdt u nou nog? En dan geven ze zelf aan, ik rij al niet meer 's avonds, want in het donker al niet meer. Of ik ga niet meer een boodschap hier doen in de ding. Ja. Dus mensen passen het zelf al aan, een beetje naar wat ze kunnen. En pas helemaal op het laatst, dan die laatste stapje om te zeggen van, god, is dat nou nog wel veilig? Moet u dat nou nog wel doen? Hè? Van, niet voor uzelf, maar voor een ander, stel dat je een ongeluk maakt. Moet je ze vaak even in het gesprek in helpen. Ja. Ja. Het is natuurlijk een heel stuk zelfstandigheid. Ja, dat is ook een hele lastige. Voor veel mensen betekent dat veel, het rijbewijs. Ja. Echt die zelfstandigheid. Ja, want je loopt al slechter. Ja. En dan, het is al wat vermoeiender. Ja. Dan kom je er niet meer. Ja. Zeg, dit is een mooi moment om even pauze te houden. Hè. We zijn toe aan even pauze. En in de pauze laten we dan iets zien van die getallen die ik in het begin noemde. En ook een impressie van deze locatie. Tot dadelijk. We'll be right back.
Mensen, we gaan verder met de uitzending van Alzheimer Parkstad on Tour. En voor de pauze hebben we stilgestaan, hebben we in gesprek geweest met Loes en met Pam. Over vooral het niet-pluisgevoel en hoe dat zich aantient. En graag wilde ik ook nog even erop doorgaan op het stellen van de diagnose en het mededelen van de diagnose. Bam, daar wilde ik jou over vragen. Of je daar iets over kunt vertellen hoe dat gaat met het stellen van de diagnose en dat mededelen. Ja, eigenlijk is het stellen van de diagnose is niet een heel ingewikkeld proces. Hè? Eigenlijk waar we het net over hadden, gewoon zo iemand die dan op het spreekuur komt waarvan je denkt van nou, misschien is dat wel zo. Je kunt eigenlijk een vrij eenvoudige vragentest doen, ja. Waarbij eigenlijk wat vragen worden gesteld van wie ben je, welke dag is het. Nou, eigenlijk heel eenvoudig, maar ook een eenvoudig rekensommetje, een spellingsdingetje zit erin. Maar eigenlijk zijn die heel betrouwbaar om toch aan te geven dat het geheugen nalaat. Ja. En je hebt een tekeningetje, teken een klok. En nou, het is heel illustratief, maar daar hebben blijkbaar andere mensen over verteld. Begrijp ik of nee, dat is nog weinig aan bod gekomen. Maar ik weet wel, toen ik meeliep met zo'n case manager, toen werd die muziekklok ook getekend worden op 3:15, geloof ik. Ja, maar, dat is eigenlijk, je ziet iemand zitten en het valt niet op. En je vraagt van tekenen ze een klok en zetten wijzers op 3:15 of 2:10. En mensen tekenen een klok, hij zal niet rond. En dan bijvoorbeeld tekenen ze van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maar dan allemaal in het eerste stukje. Ja, ja, ja. En die wijzers, daar weten ze het al helemaal niet meer. Ja. En dan denk je van, oh, blijkbaar is een kloktekening iets heel complex. Ja. Nou, eigenlijk aan de hand daarvan kan de huisarts zelf gewoon de diagnose stellen. Dus het is niet van, oh, er hoeft een CT-scan en je moet per se naar het ziekenhuis. Dat kan eigenlijk gewoon, de huisarts kan die diagnose stellen. Ja. Tenzij die heel erg twijfelt van, het is een raar beeld. En dan kunnen we mensen of naar de geheugenpoli sturen. Maar we hebben hier in Parkstad hebben we ook een anderhalve lijncentrum, pluspunt, daar kunnen we ze naartoe sturen. Daar kijkt de geriater samen met ook een specialist ouderen, met een psycholoog, doen het onderzoek en geven dan advies. Nou, dus je hebt Mondriaan nog. Nou, dus je hebt verschillende mogelijkheden die we kunnen doen om het nog wat meer diagnostiek te krijgen. Ja. Maar meestal is het voldoende gewoon bij de huisarts zelf. Okay. En dan is een beetje de vraag van hoe. Als je het zelf het onderzoek doet, dan is het ook veel natuurlijker om te weten van hoe vind je nou dat dat zelf gaat. En als de partner erbij is en die ziet zelf gewoon bijvoorbeeld hoe iemand een klok tekent, dat is alsof er een kwartje valt van het is toch wel misschien ernstiger of niet. Maar van de andere kant is het ook niet alsof dan heel even het vergelijk met, dat ik dan doe met je hebt kanker en het is uitgezaaid. Het is een proces. Het is iets wat langzaam gaat en waar je ook wat tijd aan hebt. En van wat kunnen we dan doen? Dus het is niet zo van de een of andere doodsvonnis helemaal niet. Oké, oké. Zeg, Bam, en dan schakel je ook de case manager in, hè? Het is nog licht van hoe gaat het thuis als je een goede partner hebt die het goed opvangt. Maar dan is denk ik ook vaak het begeleiden van de partner is dan vaak hartstikke belangrijk. Ja. Dat doen jullie met je Alzheimer Café, informatie geven, dat kan Loes doen. Eigenlijk zijn er verschillende manieren om die informatie te geven. En hoe ga ik er nou mee om met een partner die zegt om de 10 minuten hetzelfde vraagt? En niet geïrriteerd raken, want ik kan er niks aan doen. Dat weet ik niet meer. Ja, Loes, en daar zijn jullie natuurlijk heel veel mee bezig. Mm-hmm. Hè? En toen straks hadden we het ook, of toen had jij noemde dat ook, hè, zoveel mogelijk die eigen regie laten. Hè, en die twee dingen nu, wat Bam net genoemd heeft, hè, mm-hmm. wat
Het is niet afgelopen als je de diagnose krijgt, er volgt nog iets. Maar hoe maak je dat nu zo, dat die zelfstandigheid zoveel mogelijk en die eigen regie zoveel mogelijk behouden wordt? Wat kunnen jullie daarin doen? Bam gaf het al een beetje aan. Het is niet bam, het is er ineens, het is een proces, het is ook een acceptatieproces. Ja. Dus op het moment dat je die diagnose krijgt, voor de ene is het een donderslag bij heldere hemel, de andere is het eindelijk een bevestiging voor alles wat hij al gedacht heeft. Maar ga je gewoon samen met mensen zitten en kijken van, goh, hoe ervaren jullie dit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand die regie zoveel mogelijk blijft houden? Maar hoe kunnen we iemand, als het niet lukt, toch het gevoel geven dat hij die eigen regie kan houden? Ja. Want soms is die regie er niet meer, maar helpt het wel om dat gevoel te hebben om die toch die regie te houden? En dat is wel de kunst ook voor een partner of voor kinderen van iemand met dementie, om dat toch... want die moeten vaak heel veel zorg bieden, mantelzorg bieden. En als de cliënt zelf geen ziektebesef heeft, dan komt er natuurlijk helemaal geen erkenning voor alles wat je biedt aan je partner of aan je ouders. Dus dat is vaak wel een stukje laveren waarin je mensen probeert te begeleiden. Ja. Om dat toch in balans te houden. Ja. Ja. Ik probeer me daar iets bij voor te stellen. Mij het gevoel geven, ik noem het nu mij, ik mm-hmm. heb... Ik ben nog niet gediagnosticeerd, maar, mij het gevoel geven dat ik toch nog zoveel mogelijk zelfstandig ben, terwijl dat toch op zijn retour gaat. Ja, dat speelt natuurlijk met name bij mensen die zelf niet zo in de gaten hebben dat ze dementie hebben. Hè? Die zelf het idee hebben van, maar ik doe toch nog alles zelf. Dat komt heel vaak voor. Dan zou je kunnen dingen kunnen kaderen. Wat ik wel vaker doe met mensen is bijvoorbeeld iemand twee keuzes geven. Waardoor iemand toch het gevoel heeft zelf te kunnen beslissen, maar waardoor toch bepaalde dingen worden afgekaderd. Ja. Ja. Ja, maar doe je dan zoiets van, zij kookte altijd, maar koken is hartstikke complex, hè? Daar moet je heel goed bij nadenken. Dan te zeggen van, wil jij de aardappelen schillen of wil je de boontjes doppen? Ja. Dat zijn maar hele eigenlijk neemt dingen. Hij het dan over toch gewoon het... hele complexe van het koken, van wanneer zet je het water op en zorgt dat het niet aanbrandt. Om te voorkomen dat het aanbrandt bijvoorbeeld, en dan heeft iemand toch het gevoel, ik maak de keuze wat ik doe. Alleen, de onveilige dingen worden daarmee toch wel omzeild. Ik dacht net aan, Alzheimer Nederland pretendeert dat ook heel sterk. Laat de mensen zo lang mogelijk mee functioneren. Laat hun ook zoveel mogelijk die eigen regie. Houd. En wat jullie net opnoemen, dat is, en dan zit het ook in dat kleine. Mm-hmm. Wat ga je doen? Ga je die aardappels schillen of ga je die boontjes? Als dat wel nog lukt, die aardappels schillen, dan laat me die aardappels schillen. Want alles wat je nog blijft doen, dat blijft ook behouden. Dat is zeker zo, Een half jaar stoppen met aardappels schillen, is het weg. En dat geldt voor alles, dingen. Hè? Ja. Dat geldt ook voor de schoenveters, dat geldt voor de knoopjes, dat geldt voor... En het moeilijke is ook bij nieuwe dingen aanleren. Ja. Komt er een nieuwe afstandsbediening, komt er een nieuwe magnetron, dat werkt niet meer. Ja, dus dan kun je iemand de confrontatie behoeden, zeg maar. En Loes, nu met die corona, want wat je ook vaak ziet, vind ik, dat mensen dan stoppen met gaan naar het zangclubje of... een andere hobby of ergens. En nu met de corona is het natuurlijk heel lang gewoon alles stopt. Ja. En nu begint het weer een beetje. Maar krijg je mensen dan nog gewoon over die drempel om weer te gaan? Want dat is best heel lastig, denk ik. Hoor. Ja. Corona heeft natuurlijk heel veel effect gehad op mensen met dementie. Ja. Want die structuur die is weggevallen, die zo belangrijk is. Het contact met andere mensen die zo belangrijk is. Die hoop beweging. Zijn de drie dingen die zo belangrijk zijn en die weg zijn gevallen met corona. Waardoor je mensen heel erg zien terugvallen. En het moeilijk is om dat nu weer op gang te krijgen. Ja, dus dat geldt trouwens niet alleen maar voor de mensen met dementie. Hè? Geldt voor maar iedereen. Geldt voor iedereen. Hè? En de vereenzaming, die heeft een gigantische boost gekregen. Ja. Want ik kon niet meer naar de bridge club, ik kon niet meer met de wandelclub, ik kon dit niet, ik kon dat niet. Ja. Ik mocht zoveel dingen niet meer. En nu kan dat wel weer op gang komen. Maar het is de vraag of alle mensen die dat los hebben gelaten, of ze dat weer oppakken. Ja. En dan heb je dus net die mantelzorgers of de begeleiders nodig die mensen echt weer even bij de hand pakken over die drempel heen helpen. Ja. We zijn nu ook heel veel ingezet. Wel. Mantelzorgondersteuners die inderdaad die mensen onder op arm pakken en toch weer gaan. Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Hè? En als ik dan denk aan
de gemeenschap die zou ook veel meer kunnen doen, hè, voor de mensen zo lang mogelijk thuis te laten. Ja. En maar merk je ook dat de gemeenschap daarmee bezig is? Of merken jullie dat de gemeenschap daar intensiever bij betrokken is? Bij mensen die hulp nodig hebben? Of? Jawel, eigenlijk. Ik denk dat mensen eigenlijk van nature ongelooflijk goed zorgen voor anderen. Heel veel. Je merkt een beetje, en volgens mij is dat vaak een machteloosheid, waar wij mee geconfronteerd worden. Dan heb je een familie en een van de kinderen die zorgt er heel goed voor, die zit heel erg in dat proces. Er woont er nog eentje in Amsterdam. En die bellen dan op in paniek en er moet wat en dat kan zo niet langer. Want die voelen zich machteloos door die afstand. Die denken dan het is niet veilig en die denken dan in een of andere verpleeghuis of wat dan ook, daar is het veilig. En eigenlijk degene die er het meest betrokken is, die het beste herkent, die is veel genuanceerder en acceptabel. En ja... Het houdt ook op een gegeven moment op, maar ook in een verpleeghuis kun je je heup breken. Ja, tuurlijk. Net zo goed als thuis. Dus het is niet zo dat de oplossing is van alles. Maar dat is een beetje wat je dan vaak herkent en denkt van, oh... Ja. Als ze maar eenmaal in het verpleeghuis zijn, dan is het goed. Dat maar is natuurlijk is niet zo. Nee. En dan gaat die zelfstandigheid, die gaat dan met rassen achteruit. Ja. Dus dat is maar de vraag of je naar het verpleeghuis... Het is in de toekomst toch niet meer de oplossing. Nee, dat wordt ook niet meer de oplossing. Nee. En je merkt ook als mensen even weer op gang geholpen worden met mantelzorg. Hè? Want mensen willen wel helpen, maar denken er ook niet altijd aan van wat kunnen we doen. Ja. En als ze even een zaadje krijgen, dan is dat dan. Maar ik zei toen straks al dat die mantelzorgers, daar is 50% van die het echt zwaar hebben. Hè. Ja. Daar is zelfs een belangrijk gedeelte die zitten tegen de burn-out op of zo. Hè. Die hebben het echt zwaar. Ja. En de kunst is, hoe kunnen we die mantelzorgers nu ondersteunen? Want als zij het langer... De mantelzorgers zijn vaak de reden dat iemand opgenomen wordt. Ja. Bam, je noemde net die zoon die in Amsterdam woont. Hè. En die ziet dat allemaal, die akelige beelden voor zich. En... Dus die begint druk uit te oefenen. De buren beginnen druk uit te oefenen. Hè. Er wordt druk op je uitgeoefend als mantelzorg. Maar hoe kunnen we die druk nu verminderen? En hoe kunnen we de steun vergroten? Dat vind ik een uitdaging, echt. Ja, daar zijn ze natuurlijk nu ook steeds meer naar aan het kijken. Omdat verpleeghuispersoneel is er ook steeds minder. Ja, dus dat is waar we nu zoveel mogelijk naar kijken. Er zijn natuurlijk mogelijkheden om misschien tijdelijk eventjes opgenomen te worden. Zodat de mantelzorger even op adem kan komen. Ik had het net al over mantelzorg. Ondersteuners die ingezet kunnen worden, waardoor een partner of een kind wat makkelijker ook eens even eruit kan om een boodschap te doen of wat anders te doen. Maar er zijn ook hulpmiddelen als een Medido of een salto-slot op de deur, hè, waardoor verpleging makkelijker binnenkomt. Dat soort dingen zijn wel hulpmiddelen. Of heel even kort, een weekend of een week, zodat de mantelzorger gewoon een weekend weg kan of een week op vakantie kan, hè, zonder dat er per se iets anders aan de hand is. Hè, dat degene ziek is en daarom moet worden opgenomen. Het is daarbij wel natuurlijk heel belangrijk dat mantelzorgers niet wachten tot het water aan de lippen staat, want dan is het eigenlijk te laat. Ja, hè? Dus is belangrijk om dan ook vroegtijdig daar al mee te beginnen met dit soort dingen. Ja. Want dat is vaak wel een heikel punt, dat mantelzorgers vinden dat ze heel veel moeite kunnen volhouden. En ik denk als je vroegtijdig begint met dit soort oplossingen, dan scheelt dat wel. Ja, maar dat is misschien ook nog een beetje de historie. Hè? Ze hebben beloofd en ze trouwden van ik zal voor je blijven zorgen. Ja. En ik wil dat ook doen. En dat doe ik zelf. Hè. En, en ik heb daar geen hulp bij nodig. En dat is, dat is natuurlijk ook een hele mooie gedachte. Hè? Ja, maar op zich is daar ook niks mis mee. Ja. Maar er zit een keerzijde aan. Ja. Want ik zeg het ook wel eens tegen mensen. Dus nadat ze in een vliegtuig doet, moet je ook eerst je eigen zuurstofmasker opdoen. Voordat je anderen kunt helpen. Je zult goed voor jezelf moeten zorgen om voor de ander te kunnen zijn. Ja. Als je voor de ander wil blijven zorgen, moet je goed voor jezelf zorgen. Dat is prachtig. Ja. Heel mooi. We komen langzaam aan het einde van het verhaal. Wil je nog iets toevoegen, iets waar je van zegt van dat wil ik toch wel graag even gezegd hebben? Nou, misschien eigenlijk echt waardering gewoon voor alle mensen die gewoon zo goed zorgen gewoon voor hun partners, mensen die beginnen te dementeren. En dat er gewoon echt ook voor hun gewoon
voldoende ondersteuning is. En dat we het proberen gewoon met z'n allen te doen. Ja. En nou ja, eigenlijk bedankt voor hun, maar gewoon ook het aanbod van dat we hun willen helpen. Ja, heel en dat mooi. Ze niet moeten schromen gewoon om de vraag te stellen. Hè, als ze twijfelen, als het niet zo is, is het niet. En als het wel zo is, dan is het makkelijker om gewoon de hulp te regelen. Ja, heel mooi, Bam. Ja, ik heb de neiging om er even iets aan toe te voegen, nog, hè, maar nou, de huisartsen die werken ook nauw samen met de case managers dementie. Hoe dat in Parkstad gebeurt, dat is eigenlijk een voorbeeld voor heel Nederland. Ja. Dus daarmee help je ook de mensen met dementie en hun partners al heel erg. Ik denk dat het heel uniek is, zoals dat echt in Zuid-Limburg gewoon is in Parkstad. En dat eigenlijk alle huisartsenpraktijken hebben nu gewoon een netwerk van case managers. En ook steeds meer bezig om dat in het wijk een soort wijksamenwerksverband te maken. Waar gewoon die hele wijk gewoon goed samen functioneert. En dat we het gewoon goed in de wijk, zoals Hoensbroek, kunnen regelen. Prachtig, prachtig. Hier moet Jan met afsluiten. Hè? Ik wil RTV Parkstad hartelijk danken voor het opnemen weer van deze 8e uitzending. Daarnaast wil ik ook de koffiepot bedanken dat we hier te gast mochten zijn. En natuurlijk Loes en Bam, ik wil jullie ook hartelijk danken dat jullie mijn gesprekspartners vandaag wilden zijn. Hè? Dus hartelijk dank daarvoor, voor het fijne gesprek. En u kijkers wil ik ook graag hartelijk danken dat u dit programma volgt. En als u vragen of opmerkingen heeft, kijk rustig naar de aftiteling. En daar staan de contactadressen waar u opmerkingen kunt neerzetten. Of als u een thema belangrijk vindt om aan de orde te laten komen, kunt u dat ook daar op die plekken neerleggen. Bedankt.